Boswachter Amy Zeeman is genomineerd voor de You Go Girl Awards. Dat is de aanmoedigingsprijs voor vrouwen, vrouwelijke deskundigen die het afgelopen jaar veel in de media waren. En ik ben op social media heel erg actief. En daarvoor was ik in het verleden voor de provincie Flevoland al een keer genomineerd. En de winnares voor de award. En nou ja, goed, dat heeft na die laatste keer zoveel hele toffe projecten. Ook landelijke voor de media mogen opleveren. Wat ik met plezier doe. Dus ja, dat is waanzinnig tof om zo op die manier ook nog steeds een bredere doelgroep te bereiken voor de natuur wat Nederland te bieden heeft en het werk van een boswachter. Wat gebeurt er dan als je wint? Dan heb je een award. Dan ben je dus de vrouwelijke deskundige van dat moment voor de You Go Girl Award. En dat is, ja, dat is gewoon een hartstikke mooi compliment. Je merkt gewoon dat als je kijkt naar praatprogramma's aan tafel, nou ja, nieuws, dat soort dingen, dat er veel al nog mannelijke deskundigen worden gevraagd. En juist die vrouwelijke deskundigheid, ja, dat op heel veel vlakken nog mist. En hoeveel stemmen heb je nodig? Geen idee, want iedereen mag natuurlijk op elkaar stemmen. En degene die de meeste stemmen wint, die krijgt natuurlijk die prachtige award en die echte erkenning. En nou moet ik zeggen dat echt de nominatie zelf al een mega compliment is. Want je bent gewoon een van de 8 powervrouwen die gewoon een landelijke nominatie heeft gekregen. Ja, dat vind ik echt al waanzinnig natuurlijk. Maar ja, het zal hartstikke tof zijn als iedereen natuurlijk ook op mij wil stemmen. En dat kan via vrouwindemedia.nl. Kan je dan ook zien hoeveel stemmen je op dit moment hebt? Nee, dat blijft dus een verrassing. Nee, dus ik moet echt wachten. En je kan stemmen tot 28 januari. En dan begin februari dan maken ze bekend wie de meeste stemmen heeft gehad. En dat kunnen we helaas niet zien. Dus het blijft spannend tot het einde van deze maand. En net zozeer dat het ook spannend blijft voor de vrouwen die natuurlijk nu genomineerd zijn voor de Vrouw in de Media Flevoland. Want daar zijn van de 5 ook 4 uit Almere. En het is natuurlijk hartstikke tof dat straks voor 2021, want in 2020 reikten zij geen nominaties of awards uit. En dat 2021 natuurlijk iemand anders het stokje van mij gaat overnemen. Dus voor hun blijft het ook natuurlijk nog heel erg spannend. Boswachter Amy Zeeman was dat, een van de genomineerden voor de You Go Girl Award. Pascal Frederik, die sprak met haar.